Al 140 jaar ruikt het hier in de binnenstad van Gouda naar vers gebakken koekjes. De lucht komt van deze bakkerij, die beroemd is geworden met twee op elkaar geplakte biscuitjes met stroop daartussen. Je hoeft nooit iemand te zeggen waar we zitten. Als hij zijn neus gebruikt, dan komt hij er wel. We zijn het laatste bedrijf wat echt in het centrum nog van Gouda zit. Sommige mensen die willen ons liever weg hebben en anderen zeggen ja, dat is de charme. In 1872, mijn opa is ongeveer halverwege de oven, was zijn eerste bakkerijtje. En dan maakte hij zo'n 100 verschillende koekjes. En een van die koekjes, dat was het Gouda ruitje. Iets groter als deze, dus een enkel koekje. En als sponsor, als donateur aan de Sint-Janskerk in Gouda, heeft hij een keer de koekjes op elkaar gedaan, mijn vader, want stroopwafels kon men niet betalen. Dus heeft hij twee van die gouden ruitjes genomen, een emmertje stroop gehaald bij de buren, aan elkaar geplakt. En zo is heel langzaam het Punsley stroopkoekje geboren. We zijn hier aangekomen in de deegmakerij, zoals het dan netjes heet. En het deeg van de Punsley stroopkoekjes bestaat uit meel, suiker en vet. In deze machine, de deegmenger, daar worden de grondstoffen, dus het suiker, het meel, het vet samengebracht. En ook een stukje water. En aan het eind komen we bij de winding Punsley, dat heet wafelmix, dat is een zakje. En daar zitten alle andere grondstoffen in, zoals bakpoeder, zout en ja, de beroemde smaakstoffen van Punsley. Om eerlijk te zijn, dit is best een zwaar werk, want je verwerkt op zo'n ochtend, als we de hele ochtend produceren, heb je zo'n 5000 kilo deeg door je handjes. Ik zeg altijd, met het deeg scheppen wil je afvallen, dan kom je een weekje deeg scheppen. En als je zomers een sauna wil, dan kan je hier ook werken, want dan is het behoorlijk heet. Het is allemaal niet voorzien van airconditioning. Je ziet er hier 48.000 per uur voorbij komen. Je ziet hier dus het bovenkantje en onderkantje netjes op rijen liggen. En hier komt dan de karamelvulling erop. En als de twee delen dan op elkaar geplakt zijn, komen de koekjes in handen van de meisjes van Punsley. De meeste kwamen op jonge leeftijd binnen, maar ze werken er nog steeds. Dit is Trudy en dat is Sjaantje. En dat zijn twee dames die hebben hier een hele poos al gewerkt. Hoeveel jij? 35. 35 en Sjaan? 32 nog 4 jaar. Ja. En ik 32. Punsley is voor veel gezinnen een, toch een punt, een soort ankerpunt waar vaak de kinderen ook begonnen zijn. Dus moeders werk en ja, die kinderen zijn later, als ze klaar waren met school, ook hier weer gaan werken. Nou, ik noem het altijd Punsley voor onze verslaving. Daar kan je moeilijk afstand van nemen. Ja. Ja. We zijn ermee vergroeid. Als er eentje niet komt, dan word je opgebeld van waar blijf je. Ja, waar blijf je. En dat is een soort familie. Ja, privé gaan we ook allemaal met elkaar om, de meesten. Ja. We komen ook al 35 jaar bij elkaar over de vloer. Ja. Maar daar kwam vorig jaar bijna een einde aan. Door mislukte nieuwbouwplannen en een verhuizing die op het laatste moment niet doorging, kwam Punsley in financiële problemen en moest faillissement worden aangevraagd. Dat is niet leuk. We hebben een hoop geld verloren. Het gaf ook een stuk onrust naar je afnemers. Hè. Wat doet die man nou? Gaat hij verhuizen? Blijft hij? En de continuïteit van het bedrijf, want iedereen wist, Punsley verliest weer geld. Hè, overleven ze het? Nou, dat is gebeurd. Dankzij mevrouw Maria Middelburg, die hoorde dat wij op het punt stonden failliet te gaan. Die is als helpende hand naar ons toegekomen en gezegd van, ik heb hier vroeger als buurmeisje de koekjes gehaald, kunnen we niet een reddingsplan ontwikkelen? En dat hebben we gedaan. Als kleinkind liep ik hier door de straat en dan gingen we altijd naar het park en dan kwamen we langs de bakkerij en die stond altijd open en dat rook lekker en daar waren ze altijd aan het bakken en dan als kinderen hoopte je altijd dat je dan wat kruimeltjes kreeg of koekjes die kapot waren en ik kom uit een ondernemersfamilie, mijn man is een ondernemer en bij ons gaat dat bloed dan wel weer een beetje kriebelen als we zien dat iemand met mannenmacht aan het proberen is zo'n bedrijf met zijn hoofd boven water te houden en
Als wij daar dan een klein hulpje bij kunnen zijn, dan doen we dat graag. Want maar u heeft ook wel heel persoonlijk echt iets met het koekje, hè? Ja, ik vind het koekje wel iets wat niet mag verdwijnen. Het is een koekje met een oranje gevoel. Het is ook een oranje papiertje. Het is Hollands glorie en het moet blijven. Er zit zeker toekomst in. Wij maken nu één formaat koekje. Dat is ongeveer 5,5 centimeter. En relatief drinken steeds meer mensen espresso. En ons huidige koekje valt van het schoteltje af. Dus we hebben een mini koekje ontwikkeld, wat precies op het schoteltje past. Wat we ook doen is een kinderkoekje. Dus ik heb ontwikkeld Pim Pam en Bakker Punsley. Onze eigen stripfiguur. Wij gaan op onze manier ook met de tijd mee. Dus Punsley blijft altijd modern. In welk deel van de eeuw we ook zitten. Hè? Ik hoop de 250 zelfs mee te maken. Nou, die maak ik niet mee, maar wel het bedrijf.